Ik weet het toch niet meer, Wout, met het nieuwe kapsel. Zo zie je toch helemaal niks? Oh, jawel hoor, Timo. Ik sta hier. Zo, raspaardjes in de manege van mijn leven. Jullie hebben nieuwe onderwerpen bedacht. Laat maar horen. Make my day. Ben, ik heb tijdelijk ander haar. Schitterend. Mijn dag kan eigenlijk al niet meer stuk. Ben, dit zijn onze ideeën. De eerste mens op de maan. Waarom krijgen jongens de baard in de keel? Krijg je puisten van mayonaise? Dat gaat Wout testen met research mayonaise op een echt kind. En ons laatste idee. Wat doen leraren in hun vrije tijd? Nee, dit is het allemaal niet. Ik heb hier een rapport. Wat waren de populairste klokhuisonderwerpen van vorig jaar? Paardensport, paardrijkleding en raspaarden. Kinderen willen paarden zien. Cijfers liegen nooit. Er moet meer paard in het klokhuis. Dan hebben we al ons werk voor niets gedaan. Wacht eens even. Ik begin een geniale brainwave te krijgen. De eerste paarden op de maan. Briljant. Wat een teamwork. Wanneer waren de paarden op de maan? Als jij zeurt, dan wil ik toch liever even je ogen zien. Nee, niet daar zitten. Wout. Wat erg. Ik kon geen testkind vinden. En toen heb je alle research mayo zelf opgegeten? Geen wonder dat je puistjes hebt. Onzin. Volgens de wetenschap is er geen enkel verband tussen puistjes en mayonaise. Sommigen zeggen van wel, sommigen zeggen van niet. Ik denk dat Wouter puistjes heeft omdat hij in de puberteit zit. Zit helemaal niet in de puberteit. Hoor je? De baard in de keel. Dat krijgen puberjongens. Ik heb al lang de baard in de keel. Waarom praat je dan zo? Kun je zo laat nog in de puberteit komen? Het ene kind is 5 jaar te vroeg. Het andere kind is 20 jaar te laat. Alles wijst erop. Puistjes, overslaande stem, discussiëren met volwassenen. Dat doe ik helemaal niet. Dat doe je wel. Niet eens. Wel eens. Niet eens. Ik vind het alleen stom om van alles paardenfilmpjes te maken. Overal paardenfilmpjes van maken. Natuurlijk. Ik zit toch niet in de puberteit? Ja, ik weet het niet, Wout. Ik vind je ook niet echt volwassen. Tadaa! Kom maar door met die kijkcijfers. Waarom krijgen paarden de baard in de keel? Krijg je puisten van paarden? Wat doen paarden in hun vrije tijd? Ik moest als kind altijd op paardenkamp. Misschien gaan paarden in hun vrije tijd op kinderkamp. Ah. Dat was een hele leuke grap. En als jij het niet leuk vindt, dan ga je maar naar je kamer. Chagrijnige puber. Mij best. Ik heb hier helemaal geen eigen kamer. Maar hoe voel je je dan? Boos. En verdrietig. Zit Wout in die doos? Ja, omdat hij hier geen kamer heeft om zich terug te trekken. Dat lijkt behoorlijk op de puberteit. Ik zit niet in de puberteit. Ik zit gewoon even in een doos. Oh, Wout, ik heb iets voor je dat je misschien kan helpen. Hé, mijn baan is nog veel makkelijker dan ik al dacht. Je kan gewoon van ieder klokhuisonderwerp een paardenonderwerp maken. Moet je horen. De oogst van 10 minuten beetje slim nadenken. Paardenwindenergie. Paardenmoleculen. Hoe maak je een paard? Paarden met ADHD. Indrukwekkend, Ben. Ja, en allemaal binnen 10 minuten bedacht, hè? Hier, Wout, een dagboek en een tube huidcreme. Dat heeft mij de puberteit doorgeholpen. Oh, daar weet ik ook nog iets. Ik zit niet in de puberteit. Ik zit gewoon even in een doos. Woutje, mag je lenen? Een USB-stick met vieze plaatjes. Hé, hey, wat moet jij daarmee, dirty young boy? Alle puberjongens kijken vieze plaatjes. Cijfers liegen nooit. En daarom is het normaal, die viezigheid? Dat heeft toch niks met liefde en respect te maken? Misschien niet. Hé, hey, huh? Is dat Yvonne Jaspers met een nieuwe jurk? Oh nee, het is de koffieautomaat. Wil iedereen mij nu met rust laten? Nee, Wouter, je komt uit die doos en je gaat aan het werk. Hij gaat even door een moeilijke periode heen. Toon een beetje begrip. Ah ja, natuurlijk. Huh? Wouter, jij gaat nu door een moeilijke levensfase. Dat begrijp ik volkomen. Maar over 2 minuten is dat afgelopen en dan ga je paardenafleveringen schrijven. Ben, probeer te bedenken wat jij nodig had als puber. Wat ik nodig had? Oh, ik weet het al. Stripboeken en mayonaise. Ik zat de hele dag in de snackbar strips te lezen. Geen mayo voeren, daar is alle ellende mee begonnen. Je krijgt geen puistjes van mayonaise. Dat is nooit bewezen. Ik hou een stralend glanzend huidje, al eet ik deze hele pot leeg. Dat wil ik zien. Zolang ik me zo voel, blijf ik hierin zitten. Maar hoe lang gaat dat dan nog duren? Zonder jou is er niet zoveel aan. Ga je hem echt zo leeg eten, baas? Zal ik er niet 40 frikandellen bij halen? Ben je gek? Van frikandellen word je moddervet.
Weet je, Leo, ik mis iemand die gewoon tegen me zegt... zoiets van dat het allemaal wel weer goed komt of zo. Ja, maar het komt ook echt allemaal weer goed. Ook al lijkt het soms van niet als je een puber bent. Ik ben geen puber. Ik zit alleen even in een doos. Wat is mayonaise nou helemaal? Een paar eitjes en een beetje olie. Paarden krijgen ook veel olie in hun eten. Dat gaat hun huid verglanzen. Ja, precies. Trouwens, paarden en mayonaise. Weer een onderwerp. Maar er zijn ook leuke dingen in de puberteit. Stoere dingen doen met vrienden. Kleedgeld. Je eerste zoen. Je eerste zoen? Hoort dat ook bij de puberteit? Ja. Hé, hey, Wout. Hm? Als ik jou nou een zoen geef, hè? Kom je dan... Ik was nog niet eens uitgesproken. Krijg ik een zoen? Echt? Gaat dat dan eindelijk gebeuren? Oh, yes! Ben ik eindelijk van mijn puberteit af. Zie je nou wel dat het allemaal weer goed komt? Maar ik dacht eigenlijk dat je een ander soort eerste zoen bedoelde. Ja, maar dit is stap 1. Doe mij ook maar stap 2. Nee, want nu ben je weer uit je puberteit. Zo, leeg. Nou, Timo. Heb ik nou geen stralend glanzende huid? Misschien als je hem een beetje oppoetst. Dat effect zie je niet meteen hoor, Ben. Kom morgen pas. Hier staat het toch. Je krijgt geen puistjes van mayonaise. Sommigen zeggen van niet, anderen van wel. Tel er toch een stuk of 10 hoor, Ben. En cijfers liggen nooit. Je pukkels glanzen wel mooi hoor, baas. Ik eis een schadevergoeding. Ik ga die mayonaisefabriek een hele boze brief schrijven. Hé, hey, boos op volwassenen? Pukkels? Troost zoeken bij paarden? Jij bent weer in de puberteit, Ben. Nee! Ah, maak je geen zorgen. Het komt allemaal weer goed.